Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de Good Night Show van Dreams to Fame. Ik ben Erik Astlijn en ik vertel iedere uitzending een geschiedenis uit mijn boek Oog en Oog met Paramaribo. Verhalen over het herinneringserfgoed en over bijzondere mensen en bijzondere gebeurtenissen die de afgelopen 250 jaar een gedenkteken hebben gekregen in de stad. En die verhalen, die tories, nou, die dreigen te verdwijnen en die hoop ik met dit boek en met deze video's vast te leggen. Ik heb het de vorige keer gehad over de evangelische broedergemeente, hè, over het ontstaan in Europa, over de komst naar Suriname en over Christoph Kersten en de grote stadskerk. Ik ga het vandaag hebben over, 8 maart, over Internationale Vrouwendag. In het teken van gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen. En sterke vrouwen die hun verhalen vertellen. En ik ga het vandaag dan over 5 sterke Surinaamse voorbeeldvrouwen hebben. Kort profiel. De video kan niet te lang duren. Kort profiel. Maar ik hoop, hè, als jullie geïnteresseerd zijn in, in meer achtergrond, dan kan je altijd nalezen in het boek Oog en Oog met Paramaribo, verhalen over het herinneringserfgoed. Nou, welke vrouwen zijn het? Johanna Schouten Elsenhout ga ik het over hebben. Ik ga het hebben over mevrouw de weduwe Uiterlo Buttenbly. Ik ga het hebben over Marie Oostburg-Kop, over uiteraard Sophie Redmond en ik ga het hebben over Janie Tetri. Vooraf even, en dat is wel opvallend, in het boek staan 111 verhalen. Gaan over 109 gedenktekens en 109 geschiedenissen dus, hè, achter die gedenktekens. Maar slechts 5 bijzondere Surinaamse vrouwen. Ja, dat zou eigenlijk anders moeten. Goed. Johanna Schouten Elsenhout, belangrijke dichteres en een belangrijke schrijfster in Suriname. Ze is autodidact, schrijft, houdt zich niet aan versvorm en ze schrijft in het Schrale Tongo, maakt heel veel gebruik van oddo's, van volkswijsheden. Michiel van Kempen noemt haar in zijn standaardwerk Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur als de belangrijkste dichteres van haar generatie, van de jaren 60-70, want zij debuteert in 1963 met een gedichtenbundel. Nou, haar borstbeeld staat voor het cultureel centrum Suriname aan de Henk Arnweg. En dat is onthuld op, ja, het kan niet anders, op 8 maart 2011. De tweede vrouw. Ja, ook bijzonder. Mevrouw weduwe Uiterlo Buttenbly woont in de wijk Frimangron. Frimangron is de eerste volkswijk van Paramaribo, gesticht in de 18e eeuw. En in de 19e en 20e eeuw is het wel een wijk waar veel armoede heerst. Grote werkloosheid is. Grote gezinnen. Zelf heeft zij 13 kinderen. Ze is wasvrouw, haar man overlijdt al vroeg en staat dus alleen voor de kinderen. Maar ze doet veel meer dan werken en haar kinderen opvoeden. Ze adviseert de vrouwen die ook in die wijk wonen op het gebied van opvoeding, op het gebied van medische zorg, op het gebied van financiën. Nou, en ook zij krijgt op 8 maart, een jaar later, 2012, krijgt zij een gedenkteken voor het huis waar zij altijd heeft gewoond in de Anton de Kom straat. En vroeger heette dat dan de Pontewerf straat. Nou, dit beeld laat wel zien wat voor straat dat is. De derde vrouw is Marie Oostburg-Kop. Zij richt in 1934 de Surinaamse Meisjesclub op. Ook wel bekend, Surinamers weten dat nog wel, denk ik, het driehoekwerk. Nou, dat is een, meisjes zijn allemaal van protestantse huizen. Uiteindelijk zijn er iets van 400 tot 500 meisjes die aan deelnemen. En wat doen zij? Zij krijgen ontwikkeling op het gebied van onderwijs, van hoe ze zich maatschappelijk moeten gedragen, lichamelijke verzorging en hoe ze zelfstandig door het leven kunnen gaan.
Nou, en later volgt hier dan de Surinaamse padvindersgilde uit voort. Haar plaquette van deze vrouw staat aan de Letitia Vriestelaan, onthuld op 22 februari 2005. En misschien nog wel een aardige gebeurtenis, geschiedenis. Ik kreeg toen het boek verschenen was een mailtje van haar dochter. En haar dochter was toen ze de mail stuurde 90 of 92 jaar. Ik kreeg later dit boekje van haar toegestuurd. En waarom? Ja, omdat zij vond dat er een paar foutjes in het verhaal stonden. Nou, ja, geweldig, bedankt. Ik ga dat bij een herdruk, laten we hopen dat er een herdruk komt, verwerken natuurlijk. De vierde vrouw, ja, dat kan niet anders, dat is Sophie Redmond. Ongelooflijk, eerste vrouwelijke Afro-Surinaamse arts in Suriname. Ze vecht tegen ongelijkheid, ze vecht tegen vooroordelen en tegen discriminatie. Zij slaagt erin in 1934 om haar artsenexamen te halen. Dat is natuurlijk een geweldige prestatie, maar ze is niet alleen arts. Ze is ook politiek actief, ze schrijft literatuur, ze heeft een radioprogramma, ze speelt toneel. En ze is echt een icoon in de stad. En dat vertaalt zich vandaag de dag nog steeds in Nederland bijvoorbeeld, in de Sophie Redmond lezing, waar allemaal sterke vrouwen hun verhaal vertellen. En haar borstbeeld staat voor de ingang van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. De laatste sterke Surinaamse voorbeeldvrouw, Janie Tetteri. Zij komt op 24-jarige leeftijd, met een eenjarig dochtertje, komt ze als Brits-Indische contactarbeidster naar Suriname toe. En ze werkt op de plantage Zorg en Hoop. Slechte omstandigheden. Zij is zeer strijdbaar. Zij is tegen onrecht en uitbuiting. En als er een opstand ontstaat op die plantage, neemt zij de leiding over de vrouwen die daar werken. Maar ze wordt door de militairen die de opstand proberen neer te slaan, wordt zij doodgeschoten. En zij krijgt jaren later, pas op 24 september 2017, krijgt zij gerechtigheid. Wordt zij geëerd voor hetgeen wat zij heeft gedaan, op te komen voor de rechten van de vrouw. En haar standbeeld staat nu op de hoek van de Grote Kombestraat en de Henk Aronstraat in Paramaribo, vlakbij het presidentieel paleis. Een prachtige plek om naartoe te gaan en om sterke vrouwen te herinneren en te zorgen dat vrouwen gelijke rechten en gelijke mogelijkheden krijgen. Goed, bedankt. Dit was het weer. Ja, ik zou zeggen, volg, like en deel dit YouTube-kanaal, deze video. En ja, ik zou zeggen, koop het boek. Lees de verhalen na. Het zijn mooie verhalen. Er zijn niet echt heel veel exemplaren meer, dus wees er snel bij. Steun de plaatselijke boekhandel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer natuurlijk. Bedankt.